Haarlemse zangeres Laura Drontman heeft een speciaal liedje gemaakt voor de stichting Living Memories uit Aalsmeer. Living Memories maakt videoportretten van ongeneeslijk zieke kinderen, zodat de familie later een mooie herinnering heeft. Laura maakte het van dichtbij mee. Mijn nichtje is overleden en Guusje. En Living Memories heeft daar ook een documentaire over gemaakt, of een filmpje van gemaakt. Mm-hmm. En ik had een liedje geschreven en dat heet Guusje. En dat hebben ze onder het filmpje gezet. En zo is ook, ben ik ook bij de stichting terechtgekomen. Guusje was zeer ernstig ziek al vanaf haar geboorte. En we wisten dat ze niet lang te leven had, waarbij lang een relatief begrip is natuurlijk. Jouw lach is de mooiste. Een jaar geleden liet ze een videoportret maken van Guusje. In september overleed het meisje. Als troost hebben ze nu de video. Toen ze eenmaal overleden was, hebben we het nog even in de kast laten liggen. Omdat we de beelden die nog best wel recent waren van een levende Guusje nog zo op ons netvlies hadden. En afgelopen, eind november, toen de donkere dagen kwamen. En dan ga je iemand gewoon veel meer missen. En toen hebben we de stap genomen om hem te kijken. En dat was heel, heel, heel heftig. Ja. En dat was met heel veel tranen. En nog steeds eigenlijk. Maar nu kijken we er geregeld naar. Ja, en het wordt elke keer is het weer heel hard huilen. Maar het is ook zo fijn om haar weer een beetje dichterbij te hebben. Ja. Heel fijn. Ja. Als ik je zoek, spoel ik je terug. Het liedje van Laura over het werk van de stichting Living Memories past echt bij de kerstgedachte in coronatijd. Zeker. Altijd bij me is natuurlijk nu helemaal niet wat het is. Maar waar het liedje natuurlijk om gaat, is dat je door beelden te zien iemand heel dichtbij je kan voelen. Ik denk dat dat een perfecte combinatie is met deze kerst, wat er nu aankomt. Ja, troost. Ja, troost.